tegen Nederland spelen is wel iets speciaals, vind ik. Omdat ik er zelf acht jaar heb gezeten. Oui, pour moi, c'est encore plus spécial de jouer contre les Pays-Bas. Parce que j'y ai vécu 6 ans et jouer là-bas. Je connais beaucoup de joueurs là-bas, la compétition. Ja, we zijn natuurlijk buurlanden van elkaar en ook heel verschillend qua karakter ook. Dus ik denk dat het voor beide landen wel leuk is om tegen elkaar te spelen. 2 jaar geleden hebben we ook vriendschappelijk tegen hen gespeeld. Was ik er ook bij. Dus okay, dat is zeker een herinnering in de Amsterdam Arena. Ja, was toch toch wel rivaliteit tussen beide landen. Dus, dat was leuk mee te maken. Memphis Depay is ook van mijn leeftijd, ook van 94. Dus, tegen hem heb ik nog vroeger in jeugdtoernooien vaak gespeeld. Hem ga ik wel tegenkomen. Mijn eerste herinnering is die van op het WK 94, de 1-0. Die wedstrijd die goal van Philippe Albert. Ik kan me nog precies herinneren waar ik toen was en zo. Dus dat was echt wel, dat is wel een speciaal moment. Des souvenirs de Belgique-Pays-Bas, quand on a joué ici à la maison, on les a battus. On était tous très fiers, évidemment, parce que c'est un derby, c'est important de les gagner devant les supporters. Et c'était des souvenirs qui étaient très bien. Zo'n derby spelen is heel speciaal. Ik bedoel, in het algemeen, derby spelen is dus altijd wel een rivaliteit. En ik denk dat dat tussen Nederland en België ook een beetje is. En zo'n derby's zijn altijd wel heel speciaal om te spelen.